Ik sta naar Simon Reijnink, directeur van het Concertgebouw in Amsterdam. Je hebt een vraag aan een CDA-lid, namelijk Marieke van der Werf. Wat is je vraag precies? Mijn vraag is de volgende. Het blijkt dat tussen de 5 en 6 miljard inkomsten per jaar uit het toerisme afkomstig zijn. En mijn vraag aan het CDA is, als je weet dat cultuur zo gigantisch veel inkomsten voor de stad Amsterdam oplevert, hoe wil je gaan investeren? Iedereen kijkt nu vooral naar de kosten van cultuur. We zijn natuurlijk aan het bezuinigen. Maar tegelijkertijd zie je dat het ook ongelooflijk veel oplevert. Niet alleen een mooiere, betere stad, meer cohesie in de samenleving. Maar ook nog eens een keer financieel levert het heel veel op. En hoe denkt het CDA daarin op een hele verstandige manier te gaan investeren? Want dit lijkt een hele grote kans te zijn. En waar zou je dan precies moeten investeren? Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het mogelijk maken van echte blockbusters. Een aantal steden in de wereld, vaak ook heel veel kleinere steden met veel minder culturele infrastructuur dan Amsterdam. Denk aan Salzburg, denk aan Edinburgh. Zien ze toch kansen om een aantal hele grote blockbusters te organiseren. Eigenlijk hebben wij in deze prachtige stad alles voor handen. En volgens mij door iets extra's te doen, echt het toefje op de cake zeg maar, kunnen we het verschil maken. Dus volgens mij door slim te investeren met relatief overzichtelijke bedragen, kunnen we ervoor zorgen dat er nog volgens mij heel veel meer inkomsten uit cultuur kunnen worden gegenereerd, doordat er heel veel meer bezoekers naar Amsterdam zullen toekomen. We gaan het voor je vragen, dankjewel. Marieke van der Werf, we zijn in het Concertgebouw in Amsterdam. Heeft deze plek nog een bepaalde betekenis voor jou? Ik kende het gebouw erg goed. Ik ga vaak naar een concert. Ik heb hier abonnement lopen. En ik ben trots dat we in Amsterdam zo'n mooie zaal hebben die naar gezegd wordt een van de mooiste akoestieken ter wereld heeft. Je staat op de kieslijst van de CDA als enige Amsterdammer. Hoe is dat? Nou, het is altijd leuk om ergens uniek in te zijn. Het is voor het CDA ben ik inderdaad de enige op de lijst. Maar er zijn ook jarenlang lijsten geweest waarop geen enkele Amsterdammer voorkwam. Dus we gaan vooruit. En ga je Amsterdam nog extra behartigen in Den Haag? Ja, maar dat doe ik eigenlijk al. Als het gaat om infrastructurele projecten zoals de Zuidas, als het gaat om openbaar vervoer, als het gaat om cultuur of monumentenzorg, dan zoek ik wel altijd in de fractie de stedelijke ingang. Misschien soms specifiek Amsterdam, soms kijken van wat is nou het belang van de stad in dit verhaal. De directeur van het Concertgebouw die zei zojuist van ja, je moet veel meer investeren in die cultuur in Amsterdam. Nou, ik denk dat Amsterdam heeft eigenlijk al geluk dat een aantal culturele instellingen van nationale betekenis, zoals het Concertgebouw, de Nederlandse Opera, het Nationaal Ballet, dat allemaal in Amsterdam zit. En daar hebben we de afgelopen tijd flink in geïnvesteerd. In die zin dat we zeggen, daar gaan we niet op bezuinigen. Dat is topkwaliteit voor heel Nederland. Dus dat moeten we handhaven. En het is natuurlijk heel prettig voor Amsterdam dat die topgezelschappen ook in Amsterdam zitten. Net zoiets als het Holland Festival, wat ook voornamelijk zich in Amsterdam afspeelt. En daar is ook niet op bezuinigd. Dus Amsterdam komt er wat dat betreft al goed vanaf. Al zijn er ook kleinere gezelschappen die door de cultuurbezuinigingen wel getroffen worden. En namens het CDA zeg ik ook van ja, cultuur is ongelooflijk belangrijk voor een stad, maar dus ook voor Groningen, ook voor Enschede, ook voor Middelburg. En zo wil ik er ook naar kijken. Maar toch heeft het CDA ook gezegd van we gaan gewoon meer belasting heffen op toegangskaartjes tot culturele instellingen. Nou, we hebben daar aan het begin van deze regeringsperiode is daarvoor gekozen vanuit een groot bezuinigingspakket dat met de toenmalige partners die daarover spraken en een akkoord afsloten is afgesproken. Nu er een nieuw coalitieakkoord ligt, het zogenaamde lenteakkoord, is ook gezegd dat draaien we terug. We hebben ook allemaal weer onze handtekening achtergezet, want als je praat over cultureel ondernemerschap, en dat is iets wat ik inderdaad vindt dat gepromoot moet worden, dan is het natuurlijk lastiger om de prijzen meteen te verhogen. Dus ik ben blij dat er ruimte is gekomen om die btw-verhoging terug te draaien. En nu wordt er enorm bezuinigd. De directeur die heeft het niet over het handhaven van de geldstroom, maar die heeft het juist over investeren. Hoe ziet u dat? Ik vind het van een directeur een terechte opmerking. Dat hoort hij ook te zeggen. Je mag natuurlijk niet, hij gaat ervoor, dus daar mag je niet op bezuinigen. Maar vanuit het algemene belang, overal moet bezuinigd worden. Dus ook in de culturele sector. Maar er moet ook geïnvesteerd worden. En een van de dingen die we doen is, en daar heb ik me ook echt voor ingezet, is bijvoorbeeld het opmerken.
op laten groeien van een nieuwe generatie die weet wat cultuur is en van cultuur houdt. Het budget voor kinderen op de basisschool blijft ongemoeid. Er wordt ook sterker naar gekeken, er wordt ook weer advies uitgebracht. Hoe kun je kleine kinderen al van jongs af aan met cultuur in aanraking brengen? Hoe ziet dat dan eruit? Wat krijgen die kinderen dan precies? Via een budget dat aan de scholen beschikbaar wordt gesteld van, uit mijn hoofd, €10,90 per kind per jaar op de basisschool. Nou, en daar kan de school dan mee met die kinderen op stap, dingen voor inkopen. Er kunnen docenten of mensen die iets komen vertellen of iets komen laten zien. Of ze kunnen met elkaar naar het concertgebouw, die ook weer specifiek voor kinderen programma's maakt. Maar waar ik ook blij mee ben, want de cultuurkaart was eigenlijk weg. Die is dus voor kinderen op de middelbare school, jongeren op middelbare school. En afgelopen donderdag, de cultuurkaart heeft zelf heel hard gewerkt aan fondsenwerving. Er was nog een klein bedrag nodig van 6 ton. En samen met de PvdA heeft CDA ervoor gezorgd dat die 6 ton er ook komt, zodat ook de cultuurkaart door kan gaan. En ik denk dat dat een vorm van investeren is in de toekomst. Maar de directeur zegt nog meer, die heeft het ook over zogenaamde blockbusters. Nou, volgens mij zijn dat hele grote, interessante tentoonstellingen waar iedereen, of evenementen, culturele evenementen, waar een heleboel mensen op afkomen. Ja, ik denk dat dat toch echt iets is van de stad zelf. Daar moeten we naar kijken. Willen we de mensen naar ons toe trekken? Maar goed, je bent Amsterdammer, dus je zou wellicht ook wat kunnen doen. Nou ja, maar weet je, wat ik ook vind, is dat de culturele instellingen samen daarnaar moeten kijken. En dan zou je dus kunnen kijken, hoe kun je dat als overheid nog een zetje geven. Maar om nu als overheid te zeggen, we gaan nu geld geven, ik wil dan eerst plannen zien. Dan wil ik zien, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Tchaikovsky. Het Rijksmuseum is hier aan de overkant. Zou een mooie Tchaikovsky tentoonstelling kunnen organiseren. Een ballet, een opera, een concert. Dat die culturele instellingen gaan samenwerken om een groot evenement te maken. Dat is vast ook wel te koppelen aan geboorte, de jaren, sterfjaren van beroemde mensen uit het verleden. En dat dan een goed plan ontstaat waar de stad aan bijdraagt en waarvan je zegt van, nou, misschien het Rijk ook nog iets. Maar dan wil ik eerst de plannen zien, de handen in één. Want ik geloof wel in dat fenomeen. Blockbuster met meerdere kunstuitingen samen. En daar denk ik dat je heel veel mensen mee naar de stad kunt trekken. Maar het CDA kiest er ook voor om cultuur juist in de regio te ondersteunen. Omdat cultuur in de regio nog veel bredere functie heeft dan alleen een mooi concert. Ik vind het ook belangrijk dat er een concert is in het oosten van het land en in het zuiden. Waar mensen makkelijk, laagdrempelig naartoe kunnen gaan. Ook weer in het kader van educatie. Maar wat je ziet in de regio is dat dat deel uitmaakt van een hele infrastructuur. De leden van het orkest zijn de docenten op de muziekschool. Of dirigeren het plaatselijke koor of de fanfare. En ik denk dat je dus ook die cultuurprofessionals, goed opgeleide mensen in de regio actief moet houden. Heel erg bedankt voor je antwoorden. Wij gaan door met onze zomerspecial terug naar de studio.